Hoi, hoe dichter jij bij je uitgerekende datum komt, hoe vaker jij je misschien wel afvraagt hoe zullen weeën aanvoelen. Bijna iedere vrouw die voor het eerst gaat bevallen is wel nieuwsgierig naar het antwoord op deze vraag. Want je hebt het nog nooit meegemaakt. Het is nieuw en het is onbekend terrein en er zijn genoeg horrorverhalen over de bevalling die jij waarschijnlijk al hebt gehoord. In deze video ga ik het daarom hebben over wat weeën precies zijn, hoe ze zullen aanvoelen en hoe ze zullen aanvoelen tijdens elke fase van je bevalling. Want gedurende je bevalling zal het gevoel en de intensiteit van de weeën veranderen doordat er andere processen in je lichaam plaatsvinden. En daarnaast zal ik nog een aantal tips geven over hoe jij om kunt gaan met de pijn van de weeën en hoe je ervoor kunt zorgen dat de bevalling goed blijft vorderen. Dus laten we beginnen. Mijn naam is Pleunie, ik ben geboortedoula en geboortevideograaf. En het is mijn passie om vrouwen alles te leren over hun zwangerschap, bevalling en de postpartum periode. Ben jij nou geïnteresseerd in deze onderwerpen? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal, want ik upload wekelijks nieuwe video's en zo hoef je mijn toekomstige video's niet te missen. Voordat ik begin met uitleggen hoe weeën aanvoelen, is het belangrijk om te weten wat een wee nou precies is. De baarmoeder is een dikke holle spier die door middel van weeën kan samentrekken en ontspannen. Kort uitgelegd zijn weeën dus het samentrekken en ontspannen van je baarmoeder. Al voordat de bevalling begint, is je baarmoeder al aan het oefenen met het samentrekken. Veel vrouwen herkennen dit wel aan de harde buiken. Dit zijn in feite oefenweeën, waarmee de baarmoeder alvast oefent voor de grote dag. Het verschil tussen harde buiken en echte weeën is dat weeën steeds dichter bij elkaar komen, ze worden steeds sterker en ze hebben regelmatige tussenposes. En zo kun je zien of de weeën die jij ervaart echte weeën zijn of dat het harde buiken zijn waar je last van hebt. Weeën worden vaak omschreven als golven. En als je een golf in de oceaan voorstelt, dan kun je je voorstellen dat het wanneer de golf aankomt, hij steeds hoger en hoger wordt, totdat hij een piek bereikt en omslaat en dan steeds kleiner en kleiner wordt wanneer die aanspoelt en vervolgens weer terug de oceaan ingezogen wordt. En daarna komt er weer een nieuwe golf aan. Zo zullen je weeën ook ongeveer zijn. En dit is een hele mooie visualisatie die jij kunt gebruiken tijdens je bevalling om door iedere wee heen te komen. Tijdens de piek is de wee het meest intens, maar we weten ook dat de piek weer weggaat en dat de wee weggespoeld wordt, net als de golven in de zee. Tijdens een wee, wanneer de spieren van je baarmoeder zich samentrekken, zullen de spieren korter worden. En dit korter worden zorgt ervoor dat je spieren omhoog trekken en dit samentrekken met de druk van het hoofdje van de baby op je baarmoedermond zal ervoor zorgen dat je baarmoedermond steeds platter en dunner wordt en uiteindelijk zal gaan ontsluiten, zodat de baby geboren kan worden. Dit gebeurt tijdens iedere wee opnieuw, zodat je baarmoedermond zich geleidelijk kan openen, zodat er uiteindelijk genoeg ruimte is gecreëerd, waardoor je baby uiteindelijk geboren kan worden. Je baarmoedermond heeft al 9 maanden lang voor gezorgd dat je baby veilig en afgesloten in je baarmoeder zit. Om dit een veilige plek te maken is je baarmoedermond dan ook heel hard en strak gesloten. Wanneer je weeën steeds regelmatiger en sterker worden, de spieren van je baarmoeder steeds opnieuw samentrekken en korter worden en de druk van het hoofdje van de baby tijdens iedere wee tegen je baarmoedermond wordt aangedrukt, zal de baarmoedermond steeds korter en platter worden en uiteindelijk ontsluiten om ruimte te maken voor je baby. Dit gebeurt er met je baarmoedermond die van een volledig gesloten tot een 10 centimeter opening moet ontsluiten, zodat uiteindelijk we kunnen gaan persen. In de eerste fase van de bevalling zal je baarmoedermond zich openen van 0 tot 3 centimeter ontsluiting. En dit noemen we ook wel de latente fase van de bevalling. Weeën duren in deze fase van de 30 tot 40 seconden en herhalen zich tussen de 5 tot 20 minuten. Deze fase is de langste fase van de bevalling, maar is ook de makkelijkste fase. De reden dat dit de langste fase van de bevalling is, is omdat hier het meeste werk wordt verzet. Niet alleen is je baarmoeder begonnen met de ontsluiting, maar ook is je baarmoedermond al van positie veranderd.
Je baarmoedermond is dunner en korter geworden en moet zich nu ook nog gaan ontsluiten. De eerste 3 centimeter zullen dus ook heel erg lang duren. Maar weet dat er tijdens deze fase ook heel veel werk wordt verzet door je lichaam. Maar zoals ik net al even zei, is deze fase ook de meest makkelijke fase van de gehele bevalling. Weeën tijdens deze fase voelen vaak aan als menstruatiekrampen. Soms een zeurende pijn in je rug, maar vaak nog heel mild of het gevoel van een samentrekken van je baarmoeder, zoals je dat herkent van harde buiken. Misschien wat druk in je bekken. Dit zijn dingen waarmee vrouwen vaak die eerste weeën omschrijven. Vaak lijken ze op menstruatieklachten die je normaal gesproken krijgt en misschien iets intenser als dat. Maar dit is bij iedere vrouw heel anders. Deze weeën krijgen ons van 0 tot 3 centimeter ontsluiting en sommige vrouwen bereiken deze 3 centimeter al voordat ze in de gaten hebben dat de sensaties die zij voelen daadwerkelijk weeën zijn. Tijdens deze weeën kun je vaak gewoon nog praten en ze zijn makkelijk om mee om te gaan. Wat jij kunt doen tijdens deze eerste fase van de bevalling is door nog zoveel mogelijk afleiding te zoeken. Door een grappige film of comedy aan te zetten kun je misschien makkelijker ontspannen en het zorgt er ook voor dat je afleiding hebt tijdens deze lange fase. Probeer nog je rust te pakken. Zeker wanneer de bevalling 's avonds of 's nachts begint, is het belangrijk om toch te proberen nog wat uit te rusten. Een bevalling kan lang duren en zeker wanneer je een nacht aan slapen overslaat, is dit super vermoeiend. Probeer goed te blijven eten en drinken. En wanneer de bevalling steeds intenser wordt, heb je misschien geen zin meer in eten of drinken. Maar het is wel belangrijk om de voeding in je lichaam te hebben om energie te hebben voor de bevalling. En als laatste, wanneer je lichaam wilt helpen bij het bevorderen van de bevalling, dan is beweging heel erg nuttig. Een klein rondje lopen of op je geboortebal bewegen kunnen allemaal super nuttig zijn om je lichaam te helpen de bevalling op gang te brengen. Hoe ik de weeën in deze video omschrijf en hoe ze zullen aanvoelen is gebaseerd op een natuurlijke bevalling. Dus een bevalling die vanzelf op gang komt. Wanneer jij wordt ingeleid en je bevalling wordt opgewekt, dan zullen de weeën die ik net heb omschreven waarschijnlijk anders en meer intens aanvoelen. Weeën die ontstaan door weeënopwekkers zullen vaak veel sterker en sneller achter elkaar komen. Veel sneller in de bevalling dan bij een natuurlijke bevalling. Dit is dus een groot verschil. Hoe ik de weeën in deze video beschrijf, is meer gebaseerd op een natuurlijke bevalling. Na de latente fase komt de actieve fase. We hebben de eerste 3 centimeter ontsluiting gehad en gaan nu van 3 tot 8 centimeter ontsluiting. De weeën worden steeds intenser en pijnlijker en zullen 60 tot 90 seconden duren en komen iedere 2 tot 4 minuten terug. Houd in gedachten dat dit een indicatie is. Iedere vrouw is anders en ook bij iedere vrouw duren de weeën langer of korter of komen ze sneller of minder snel achter elkaar. Tijdens deze fase zullen de weeën steeds sterker en intenser worden, maar dit gebeurt heel geleidelijk, waardoor je je steeds beter kunt aanpassen aan de sensaties in je lichaam. Wat belangrijk is tijdens deze fase is om wee per wee te bekijken. Niet verder kijken dan die enkele wee. Ik hoor zo vaak van vrouwen die ik begeleid die tegen me zeggen: ik weet niet hoe lang ik dit nog kan volhouden of als dit nog uren duurt dan kan ik het niet. Maar altijd zeg ik weer: je hoeft niet te kijken naar wat komen gaat, want we weten niet wat komen gaat. Misschien gaat het vanaf nu supersnel en heb je over een uur je kindje. Wat het belangrijkste is om per wee te bekijken. Je weeën worden steeds intenser en de pijn wordt steeds meer, maar iedere wee gaat ook weer over. Weet dat na elke piek er weer een pauze is en probeer je tijdens iedere pauze te ontspannen en weer terug op adem te komen. Tijdens deze fase van de bevalling zullen vrouwen beschrijven dat ze pijn in hun onderrug ervaren, intense menstruatiekrampen, het gevoel hebben dat ze moeten poepen en dit komt doordat het hoofdje van de baby steeds verder indaalt en tegen de anus begint aan te duwen. Vrouwen ervaren ongemak aan de voorkant van hun bekken doordat de baby steeds verder het bekken indaalt. Wat heel erg helpt tijdens deze fase is door zoveel mogelijk te bewegen. Luister naar je lichaam en zoek houdingen die voor jou werken op dat moment. Pijn in je rug kun je verlichten door op je handen en je knieën te zitten, zodat je de druk in je rug weghaalt. Wanneer je pijn ervaart in je bekken, kun je proberen te lunchen of te squatten om zo meer ruimte te creëren voor je baby.
Beweging helpt daarnaast ook bij het sneller laten vorderen van je bevalling, want die willen we natuurlijk graag zo kort mogelijk houden. Naast beweging is zwaartekracht je grootste vriend. Alles waarbij jij rechtop zit of staat, helpt bij het sneller laten verlopen van je bevalling. Hoe meer jij kunt lopen, kunt squatten of op je geboortebal kunt zitten, hoe sneller je bevalling zal vorderen. Een andere tip is om warm te blijven. Wanneer we het koud hebben, zullen we onze spieren gaan aanspannen en is het moeilijker deze te ontspannen. En dit geldt ook voor je baarmoedermond. Zorg ervoor dat je iets warms bij je hebt, dat je makkelijk kunt aantrekken. Of als de mogelijkheid er is, neem een lekker warme douche of ga in een warm bad. Dit helpt ook super goed bij het verlichten van de pijn en zorgt ervoor dat je je makkelijker en vrijer kunt bewegen. Na de actieve fase komen we in de transitiefase. In deze fase zal je baarmoedermond de laatste 2 centimeter gaan ontsluiten. Deze fase duurt meestal 5 tot 20 weeën, wat gelijk staat aan 10 tot 60 minuten. De kracht van de weeën zijn nu op zijn sterkst en duren het langst, met vaak korte pauzes tussendoor. Wanneer je ervaart dat je niet langer meer kunt, dat je wilt vluchten van de weeën of voor het eerst gaat vragen om pijnbestrijding, dan zijn dit vaak hele goede tekenen aan je geboorteteam dat de geboorte elk moment kan gaan plaatsvinden. Deze weeën duren 60 tot 90 seconden lang en hebben 30 seconden tot 2 minuten lange pauzes. Op dit moment voelt het alsof de weeën achter elkaar komen. Probeer ook tijdens deze fases, tijdens de pauzes, je lichaam te ontspannen. Probeer de spanning die je tijdens een wee voelt weg te ademen en weer terug te komen bij jezelf. Deze weeën voelen als zeer intense menstruatiekrampen. Ook krijgen vrouwen tijdens deze fase sterke druk op hun anus doordat het hoofdje van de baby op dit gebied drukt. Dit gedeelte van de bevalling is heel erg instinctief. Je lichaam zal het overnemen en er zullen oerdriften ontstaan die in je lichaam. Probeer je tijdens deze fase over te geven aan de krachten in je lichaam en aan dat wat jouw lichaam je vertelt te doen. Probeer geluiden, praat en afleiding te minimaliseren binnen het geboorteteam, zodat jij je volledig kunt focussen op wat je lichaam aan het doen is. Tijdens deze fase is het heel belangrijk om je te focussen op je lichaam. Probeer je lichaam zoveel mogelijk zijn werk te laten doen. Vecht niet tegen de krachten die je voelt van de persdrang, maar laat jezelf meegaan met deze gevoelens. Deze fase van de bevalling is super intens, maar hij duurt ook maar het kortst en heel erg snel zul jij je baby in je armen hebben. Ik hoop dat ik je in deze video meer informatie heb kunnen geven over wat weeën precies zijn, hoe lang ze zullen duren en hoe ze zullen aanvoelen. Vond je deze video nou leuk? Laat dan even een like achter en een reactie, want het is heel goed voor de support van mijn kanaal. Vergeet je niet te abonneren en ik zie je heel graag terug in een van mijn volgende video's. Bye!